Mijn naam is Remco van Wieringen. Ik ben akkerbouwer in de Rijdenwolderpolder in Finsterwolde Groningen. Ons bedrijf is 100 hectare groot. De helft van de 100 hectare is tarwe en de andere helft wordt ingevuld door polderappel, uien en bieten. Wat is dan het belangrijkste punt voor u als je naar het perceel met de bodemvruchtbaarheid kijkt? Dat is de bewerkbaarheid van de grond. Ja. Zoals wel duidelijk gebleken is uit de hele zware klei. Hè? Ja. Ondanks de klei van 60% afslibbaar. Ja. En er is een oude boerenwijsheid die dan zegt, als boer kun je de grond wel vernielen, maar niet beter maken. Ja. Ja. Dat moeten we dan weer van het weer hebben, dat het weer beter wordt. Als wij het vernield hebben, dan moet het door verwering of de tijd, komt het weer goed. Ja. En, we hebben er natuurlijk heel veel invloed op. En ik zal wel direct maar met de deur in huis vallen. De zuurgraad van de grond, daar hecht ik enorm veel waarde aan. Okay. En om dat zo basis mogelijk te houden, gebruiken we dus kalk. En dat is dan schuimharen en gips. En, geen mest, geen dierlijke mest. Geen dierlijke mest? Geen dierlijke mest. Ik ben daar een beetje een uitzondering in dit gebied. Ja. Want dierlijke mest, dat is natuurlijk best wel aantrekkelijk voor onze akkerbouwers. Dat levert inkomen. Maar ik denk dat het voordeel van de geldelijke inkomen nadrukkelijk geringer is als het nadeel van de verzuring. Okay. En ik denk ook dat het... Ik kan dat in de loop der jaren, sinds dat actueel is, die dierlijke mestplan, kan ik dat ook wel al ontdekken. Als en u bent er op een gegeven moment echt mee gestopt? Eigenlijk nooit heel, heel enthousiast over geweest? Eigenlijk is dat het. Dan kun ik ook nog zeggen dat we ook gekorrelde kalk- en mosselpeter gebruiken. Ja. Omdat het dan nog iets minder verzuurt als dat we de vloeibare... Ja, denk waar ik heel erg zwaar aan til. Dat gips, dat is voor mij nieuw, maar ik heb dat wel een beetje gevolgd en op advies van Hendrik Jan Boven overlegd. Ik heb nu voor het tweede jaar gebruikt, dus dat is nog maar heel recent. En ik heb daar eigenlijk heel goede ervaring mee. Het klinkt misschien helemaal niet professioneel, het is misschien ook niet zo professioneel, maar ik maak me heel weinig druk over organische slag. Okay. Wij hebben maar één zorg, tenminste ik heb maar één zorg, dat is de zuurgraad. Ja. Het basisblijven in kalk. Ja. In het verleden deden wij wel aan groenbemester en dat moet ik ook zeggen dat heel goed uitpakte, maar dan namen we veel meer aan de beworteling als aan het bovengrondse deel. Het is veel graan en dan af en toe aardappelen en uien erdoorheen. Ja. En ja, dus je hebt ook niet veel ruimte heel vaak intussen windtarwe. De helft is, even heel ruw gezegd, de helft is wintertarwe en de andere helft zijn die andere drie problemen. Ja. Maar het is een afwisseling van maai, rooivruchten, dat is precies. Iedere keer om en om en om. Okay, en dat werd fantastisch. En hij heeft ook een heel mooi kalkgehalte. Ik zie op het verslag, het is 10% kalk. Ja. Dat zorgt natuurlijk dat is de redding, hè? Dat is de redding van deze zwaardere grond natuurlijk. Het zorgt continu voor rulheid in die bodem. Het natuurlijk verdwijnen van de kalk, dat proberen we met de schuimaarde op te beperken. En als u kijkt naar, de pH is vrij hoog, hè, de zuurgraad. Hoe gaat u om met de verschillende elementen, met stikstof, fosfaat, maar eigenlijk ook met de sporenelementen? Kijkt u daar nog nadrukkelijk naar, van de pH is hoog, ik let op mijn sporenelementen, of doet u dan bladbemesting, of hoe kijkt u daar naar? Ik doe wel bladbemesting, en dan met name mangaan. Maar het is wel, en de praktijk heeft wel geleerd, ook dat we enorm mangaan gevoelig zijn met die hoge pH's. Ja, precies. En dat is eigenlijk... Klopt misschien helemaal, maar eigenlijk de standaard ingeslopen. Het risico om niet te doen is gewoon veel te groot. Ja. En dan op aardappelen en uien, en dat spreek ik ook voor die magada, maar dan gebruiken we ook nog wel kiezerin, hè? Hoe heet dat? Bitterzout. Bitterzout, ja. En dat spuitpreventief eigenlijk gewoon, maar maar je ziet het hier heel bijna niet. Wat, gebrek? Dat magada gebrek, alle getallen hier zijn laag bij iedereen. Ja. En toch zie je dat de overgang van zijn houding rond anders wordt, zie je het. Ja. En deze zware klei, dan kan ik het niet aan het gewas zien. Nee, toch het gevoel dat hij nog wat nalevert vanuit zichzelf, wat dan ook. Nou, ik weet het niet. Op een of andere manier klopt het. U strooit maar één soort kunstmest. U strooit je maar even, maar hoe vult u er de kali aan? In het verleden heb ik wel kali gestrooid, maar
Ja, dat is een beetje een zwak antwoord van mij, dat realiseer ik mij, maar ik heb het wat idee dat het mij niet zo bleef. In ieder geval ben ik ermee gestopt. Maar ja, je raakt er wel een zeer punt, want misschien moet ik wel kaal is trouwen. Dat is wel zo, ja. Nou, ik vind hem op deze uitslag helemaal niet... niet dus hij is hoog. Nee, hij maar... Aan de overkant, hoor. Hij is hoog, dat klopt. Ja, nee, tuurlijk. Maar ja. Dan is het ook nog even de opneembaarheid van die Kali, hè? Ja, maar misschien heeft u een andere ervaring. Als ik naar de cijfers kijk, is die beide ruim voldoende. Hoe ja, ja. Ja, denk vanuit het verleden. Van nature, van nature. Van nature. Ja. Van nature. Enkel en alleen van nature, ja. En dit perceel had ook een historie van varkensmest, toch? Dat vind je niet terug. Dat had ik namelijk verwacht, ik denk, bij die onze voorganger, dat zal wel hoog in de Kali zitten. Nou ja, het was nauwelijks hoger. Ik heb er nog even, dat ging hem over die mangaan, dat dacht ik net helemaal om toen die uitleg. Mangaangebrek, dat zie je ook eerder als de grond een beetje de structuur niet zo goed is. Hè? Als ik kijk, van 2012 heeft u graan geteeld, daarna uien afgelopen jaar, op dit perceel? Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Hoe doet u de grondbewerking na de graan? Delen rotatie, delen grondbewerking. Okay. Ja. Graan, strooi eraf, ploem. Ja. Daar hebben we eigenlijk nog meer belang bij als het graan er ook. Dus natuurlijk een beetje onzin, maar om maar aan te geven hoe snel we dat willen doen. Ja. In Kabbeng. Okay, u gaat dus vrij vlot ploegen nadat de graan... Zo is het precies, ja. Ja. Ploegen, en ook, nee, dat doen we niet. Nee. Dat zou heel goed zijn. Maar daar is gewoon de tijd niet voor, want nu komt het verhaal. Er moet direct geploegd en gekabbecht worden, nog in fris geploegd land, dat die machine net schoon blijft, dat die niet vol bakt, zoals wij dat noemen, vol loopt. En dan laten we hem liggen en dan ligt hij daar redelijk mooi en dan komt de zomer erover en dat is enorm belangrijk. En dan droogt hij uit en dan, nou ja, vanzelf, hij wordt vanzelf nadat het winter wordt en het seizoen vordert. En dan heb je de mooiste grond, ik kan dat laten zien. Ja. Maar verschrikkelijk belangrijk is dat dat vroeg gebeurt, dat dat in de zomer gebeurt. Dan gaan we nog een keer kabbeken voor uien en bieten. Proberen we hem zo vlak mogelijk de winter in te krijgen, maar dat valt eigenlijk best tegen. Je kunt voorjaar de grond veel mooier vlak krijgen als in de herfst, dat gaat gewoon moeilijker. En dan is het eigenlijk het zoek dat we enkel en alleen maar even meer die uien en die bieten zijn. Ja. En dat kan dan eigenlijk heel snel, want we hoeven geen grondbewerking meer te doen. Dus alleen komt die zaadmachine er maar over. Dus u doet voordat de uien gezaaid worden geen grondbewerking meer? Bij voorkeur niet. Als dit allemaal gelukt, zoals ik dat nu even theoretisch hier uitleg. Ja. Nou, dat was de uien bieten. Aardappelen doen we dat eerste net zo, dat is ploegenkabbeng, laten verweren. Ja. En als die dan, dat zo allemaal zo vroeg mogelijk, dan is de grond nog helemaal grijs. Dan gaat die, zo heb ik dat bedacht, dan breng ik die gips erover. En dan gaan we voor de tweede keer kabbeng. En dan komen we met een werktuig die maakt ruggen. En daar hebben we dan GPS gestuurd, die trekker, dus dan hebben we die ruggen hebben we precies in het systeem, in het GPS-systeem zitten. En dat is het. En die liggen er nu, die rung. En als het straks droog wordt... Die liggen er nu al? Ja. Ja, nu al vanaf 3 oktober, geloof ik. Ja. Ja, ik kan het eigen gerust zeggen, dat gaat fantastisch. Dat is het. En als het nu grijs wordt, dan gaat die aardappelpootmachine drogen. Na aardappel, na bieten, na uien, dan als de oogst eraf is, laat ik het geheel ding, ik doe er niks aan. En dan komt dat onkruid en alles, dat komt op. Ja. En dan kom ik met een bouwvoorlichter. En dan heb ik het hele zaakje op één trekker hang. De zaaibak zit er voorop. Ja. Dan komt de trekker, dan komt de bouwvoorlichter. Ja. Dan komt de kabweg en dan komt de zaaipijp. Dus dat is een niet kerende grondbewerking? Ja, 100%. Ja. 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 En dat gaat super. De banden, op welke manier houdt u daar rekening mee? Nou, dat hij niet slipt, dat is heel kort door de bocht, maar dat is verschil ook belangrijk. We hebben ook voor het ploeg en voor het combi-dik hebben wij dus de band met de hoogste nok. Maar voor die combi-dikker, daar zit een ander soort band denk ik dan? Nee, met dezelfde band als de ploeg, maar dan heb ik er een stel bij tussen, twilling, hoe heet dat, de dubbellucht. Ja, oké. Okay. Ja, bij aan, ja.